Hey, ik zou het vandaag graag eens hebben over een aantal toekomstplannen van mij. Ja, ik droom er al jaren van om een Maker Faire te organiseren. Nu, wat is een Maker Faire? Een Maker Faire is een feest, een evenement, een soort festival, een geschifte do-it-zelfers kermis, waarin iedereen kan laten zien wat hij of zij gemaakt heeft. En dat kan van alles zijn. De robotarmen, een vuurspuwende draak, een touwtje springende pinguïn, kantklossen, ijzersmeden, cosplay. Alles kan. Als je iets maakt, mag je het laten zien op de Maker Faire. Of je kan ook gewoon eens komen kijken, een beetje de sfeer opsnuiven, misschien aan een workshop meedoen of gewoon genieten van al die coole projecten en ideeën. Kijk. Overal ter wereld wordt Maker Faire georganiseerd. In New York, in Parijs, in Rome, in Dubai. Dubai. Hier. In Dubai, in Bangkok, overal ter wereld worden Maker Faires georganiseerd. Overal. De dichtstbijzijnde zijn Lille en Eindhoven, maar niks in België. Dat kan toch niet? En daarom ga ik in mei 2019 een Maker Faire organiseren, hier in Gent. En het lastige werk heb ik al gedaan. Ik heb een locatie gezocht, ik heb partners gezocht. Alle papieren en licenties zijn in orde met Maker Faire in Amerika. Maar nu is het aan jullie. Ik heb een locatie van meer dan 1000 vierkante meter. Nu is het aan jullie. Hebben jullie leuke dingen om te laten zien? Dingen die je gemaakt hebt met je makerspace of met je vrienden of met de school? Maakt niet uit. Heb je zin om workshops te geven of achter de schermen mee te helpen? Wel, surf dan naar www.koterij.be en klik daar op de button van Maker Faire. Vul daar je gegevens in en dan zijn jullie de eerste die ik op de hoogte breng. Haha, wat verdomme! We zijn begonnen! Hey! In de tuin van mijn ouders stond een boom, een kaarselaar. En ik zeg stond, want een paar weken geleden is die boom geveld. Hij was ziek. Wat dat jammer is, want dat is een boom waar ik mee opgegroeid ben. Ik heb die boom gekoesterd. Ik heb die verzorgd. Ik heb die echt bemest. Met meststof. Niet dat ik zo... Pap, mama, ik ga snel nog eens de boom gaan bemesten. Nee. Met meststof, want ik wou dat die boom zo snel mogelijk dik werd. Want ik wou er dan een boomhut in bouwen. Maar ja, van die boomhut is er nooit iets gekomen, want een boom dat groeit traag. Maar uiteindelijk, ja, dat is een boom van bijna 40 jaar. Dat is een redelijk zijn dikke boom. En mijn pa die ging die volledig opstoken in zijn open haard. Ik zei, oh makker, rustig even. Nee. Daar kunnen we nog wel iets mee doen. Want kaarselaar, dat is super mooi hout. Dus toen heb ik op de Facebookgroep Make in Belgium gevraagd wie er ervaring heeft met het zagen van planken uit een boomstam. En toen was er een zekere Joost die zei dat hij een Alaskan mill heeft. En een Alaskan mill is een soort van kettingzaag. Met een kooi rond waarmee dat je dus planken kunt maken van een stam. En dat hebben we dan gedaan. Merci Karel, merci Joost. De boom is in planken. Ja. Dat ligt hier nu vol met zaagsel en dit heb ik al altijd willen doen. Een zaagselengel. Of toch zoiets. Voilà, en nu liggen die planken hier dus aan mijn kot te drogen. Ze moeten
2 jaar drogen, want hout droogt 1 centimeter per jaar. De planken zijn 4 centimeter dik. Dus van alle twee kanten, dus op 2 jaar tijd. Dus het is ook weer een plannetje voor in de toekomst. Dus in de toekomst ga ik er ooit nog iets mee maken met die planken. Want ja, ik vind het wel tof dat uiteindelijk de boom waar ik mee opgegroeid ben, dat er iets kan uitgemaakt worden. Wat, dat weet ik niet. Laat eens weten in de commentaren wat ik zou kunnen maken. En schrijf je ook vooral in voor het Maker Fair ding. Ja, natuurlijk wel. Ik hoop dat je het leuk vond. En abonneer u, ja. En laat eens weten wat ik zou kunnen maken met mooi kerzelaarhout. Ik heb nog tijd, hè. Ik heb nog 2 jaar. Dus tot volgende week!